We gaan weer op pad. Ja, vandaag wel alles filmen met de camera. Want ja, wij hebben natuurlijk geen gewone camera op dit moment tot beschikking. Omdat dat nog netjes niet over te zetten valt op de computer. Nee. Dus we gaan nu naar de stad. We gaan zo'n dingetje halen, zo'n USB. Anders moet ik hem bestellen. Ja, niet dat ergens op. Maar ik wil liever soms dingen zien. En vasthouden en bekijken. En... of ik wel goed gevoel erbij heb en zo. Hè? Ja, je weet het wel. Dus ja. Dus we gaan naar Goes. En hij kan al eindeling zijn brommetje. Oh, wacht even. Mijn vinger zat ervoor. Eindeling zijn brommetje overzetten op zijn naam. Ja. Dan kan hij met zijn brommetje nu naar zijn werkje. Tuf. Ja, meer harder kan het ook niet dan alleen maar. Vrachtauto. Die gaat rechtdoor. Die komt met een gangetje aan dat. Ja, zwaait dan niet. Ook goed. Ja, hij zwaait het. Ja. Wauw. Dat luchtige vingertje. Goed. Nou, in ieder geval, we gaan naar Goes. We gaan weer door de stad. In ieder geval zijn dingen stad even fixen. Dan wil ik nog even kijken naar voor dat apparaatje in de winkel. Dan wil ik nog heel even bij de Action, volgens mij, nog even langs. Maar ik weet niet meer voor wat. Ik moest bij de Action ook nog iets halen, maar ik weet niet meer wat. Ja, een USB reader ding. Nee, die krijg je niet bij de Action. Oh. Nee. Tenminste niet in Goes, want dat is niet zo'n grote Action, hè? Dus die wil ik gewoon even in de stad, dan zijn we toch in de stad. Dan kijken we of ze daar hebben, hè? Want daar zijn ook genoeg computer- en camerazaken. Dus dan gaan we dat eens even roggelen. Ja, even roggelen. Ja. Die bij de Scapino zit daar zo. Nou ja, daar kunnen we ook eens kijken. Ja. Nee, ik kom alleen niet op zijn naam, maar je weet wat. Ja, dat is nu een computer speciaal. Nee, elektronica-zaak heet dat. Die heeft niet echt een naam, het heet elektronica-zaak. That's it. Dat zou nog een optie. Aan mijn kant komt er een autobahn. Je komt met een hangetje van ongeveer van, hoe wat zou het wezen, 80, 85. Oh, dat is die van Sven. De mami van Sven. Goed, ja. Goed, nou, wij gaan... dus nog. Ja, ik denk het. Ik weet niet zeker. Dus we gaan naar Goes. Ja, loop die lekker. Soms pak lekker heen. Ah, oh, het is toch zo weer, hè. Kijk. Het is zo lekker grauw, we wachten op het zonnetje. Het is zo weer nat de laatste tijd. Nou, temperatuurtechnisch gaat het wel de goede kant op, want ik hoef geen jas meer aan. Ik hou niet van jassen dragen, ik vind dat zo... Ja, een vestje af en toe. Ja, af en toe een vestje voor de kou. Maar voor de rest, ik ben niet zo'n drager. Maar goed, in ieder geval, wij gaan naar Goes en je ziet ons straks wel weer. Later! Door de stad. Zo, nou, ik doe het nu even via de telefoon. Want ja, de camera is nog niet zo succes. Ik moet hem bestellen. Zo had het niet in Goes. Wel allemaal, maar dan... Goed, nou in ieder geval, we zijn bij de Dick geweest om boodschappen te doen. Bij het eerste ga ik nu beginnen, dus nu was 99 cent. Dit keer doe ik even geen prijsje erbij. Well, niet zozeer omdat ik dit niet doe, maar dan kan ik het sneller voor jullie online krijgen. Dus sommige dingen weet ik nog wel de prijs. Maar dit kleur, er komt dan iets te veel, tijd in. En anders krijg ik het niet op tijd online. Dus vandaar. Deze was 99 cent bij de Dick. Het is leuk voor de Pasen, dan kunnen ze steeds leuk inkleuren, zo aan tafel bij het paasontbijt. Of na het paasontbijt, dus dat is wel leuk. Of voor Pasen, dan kunnen ze de dag ervoor dat leuk kleuren en zo. Ja, dus dat vond ik wel geinig.
Is hier gekocht. Ik heb nou een spaghetti bolognese. Ja, en ik heb nou eens een keer van bij de Dirk die maar eens meegenomen. Ik ga eens kijken of die ook lekker is. Ik ben nogal fan van die andere, maar als deze ook lekker is, dan doen we dat. Ik heb 4 shirimi sticks weer mee. Zoals gewoonlijk ben ik daar nogal fan van. Ga ik dat eens doen? Want ik wil natuurlijk niet meer in beeld zitten. Ik heb weer een blok jonge kaas meegenomen. Dat is natuurlijk ook wel lekker. Ik heb weer krootjes meegenomen. Bio-krootjes. Je kan niet anders dan alleen maar deze nog verkrijgen. Dus krootjes. Die ruik ik maar meteen even in de koelkast. Ik heb de koelkast nog reorganiseren, maar dat komt later wel. Goed, nou, wat heb ik nog meer? Ik heb 2 kleine tomatenpureetjes meegenomen. Ik wil eens een keer iets kleins maken en heb je maar een klein beetje nodig. Dus vandaar. Ik heb sojaboontjes meegenomen, want ja, dat vinden de kids eenmaal lekker. Ik heb nog kookroom genoeg. Ik kwam nog een beetje knoflookpoeier tekort, dus ik heb weer knoflookpoeier voorbij mijn kruidenrekkie. Mocht mensen dat wel vragen, nou dan zie ik mijn kruidenrekkie eruit. Ik heb gekleurde pasta meegenomen, want de kinderen vonden het een keer leuk om gekleurde pasta te eten. Dit wil mijn mannetje proberen, dat zijn Filipino's. Dat was nog 59 cent, dus ja, nou ja, dan kunnen we dat proberen, dat is geen probleem. Dan hebben we undernoedels en ramennoedels. Ja, ik vind niet veel dat er verschil in zit, alleen aan de dikte van de noedel. Die heb ik meegenomen. Ik heb voor kids als verrassing voor in de boterhommeltje, daar heb ik die kleine lavashkarietjes. Dat zijn hele kleine blokjes kaas. En een keertje weer eens deze in plaats van een cookie, weer eens een keer een kaasrekkie. Ik heb kipblokjes meegenomen, want ik heb wel eens een keer weer een gerecht gegeten die ik zo graag lust. Ik moet alleen nog een keer courgette halen. Nee, dat was dit. Ik heb basmati rijst meegenomen. Ik heb de honig lasagnebladen meegenomen. Ik dacht dat ik het hoorde. Ik heb 2 ontbijtkoeken weer bij. Leg ik heel even hier. Ik heb zo een plekje, maar dan heb ik wat meer ruimte. En ik heb weer 2 van deze meegenomen. Die waren 1,09 euro per stuk. Ik heb 2 tomatenpurees. Dat koken we ook best veel mee. Vooral in de macaroni. Want dan doen we 1 zo'n zakje. Maar dan doen we altijd nog 1 pakje extra dat. Voor de extra, we houden van extra saus. Goed, we hebben 2 pakjes. Deze voor de kinderen, die waren nou 95 cent. Dus dat was mooi meegenomen. Oh, laat maar staan. Ik heb boterhammenworst. Ik heb ham, dat is schouderham. Ik heb gerookte spekjes mee. Die doe ik altijd in boterhammenzakjes. Een klein beetje als ik ga wokken of zo, of nergens hierin. Dan doe ik een klein beetje bakken, want ik vind dat smaakje wel lekker. Als je al niet zoveel vlees... tegenwoordig is het allemaal zo duur. Dan doe je dat wat verminderen. Om toch wel wat smaak in je gerecht te doen. Maar dan komt het ochtends kort. Maar dan doe ik een beetje van die spekjes bij. Kipburgers. Die was 3,99. En voor 3,69 euro heb ik van deze worst meegenomen. Dat is dat. Zo. Dat ruim ik zo op. Deze, mijn mannetje doet heel veel avondwerk. Soms hebben de kinderen zin in pannenkoeken en dat soort dingen. Maar ik ben niet zo'n pannenkoekenmens, dus dan heb ik voor mezelf even deze. Het is niet altijd even gezond, maar wel een keer lekker. Ik ben dit keer wat vlotter door mijn eieren heen. Dus ik heb een keer even nieuwe eieren meegenomen. Want ik ging dit keer wel heel vlot door mijn eieren in het weekend. Maar ja, als je toch iets wil maken en zo... Dat was bij de kruidvat. Ik heb weer vitamine meegenomen voor de kinderen. Dat zijn de kruidtabletjes van A tot Z. En deze zijn de gummies. De tweede was half voor de prijs. Dus dat is ook mooi. Dus je kan dadelijk weer de dingetjes erbij. Voor mijn mannetje Burufen. Dat is... Goed. Ik heb hier zo nog leverworst. Ja, wil men weten. Ja, ik heb voor mijn schimmelnagels.
kalfnagel. Er is geen banaal kalfnagel. Het is een soort schimmel. Maar goed. Ik ga het eens testen of het werkt. Ik heb niet heel veel, maar het is een beetje. En ik denk voordat het heel groot wordt, gelijk maar aanpakken erbij. Goed. Ik heb hier leverworst. Is de jongste en zo helemaal gezot op. Lekkere bosui, lenteui. Op zijn Belgisch schalulletjes. Ik heb halverine van dinges. Die is 1,09 euro. Dus ook wel best wel voordelig. De beruchte mayonaise. Ik heb splitterten meegenomen. Mocht ik een keer wat, weer eens wat willen maken. Het is niet altijd ertessoep wat ik wil maken. Maar het is ook wel lekker. Ik heb een suikercrunch meegenomen voor de thee. Die waren ook weer zo goed als op. Ik heb twee noedels van deze meegenomen. Ik heb vier zakken. Oh, onze deur is nog steeds niet gemaakt. Vier zakken van deze macaroni groentezakjes. Die zal ik dadelijk in een grote bak stoppen. Niet meer in de plastic, maar zo'n hele grote bak met deksel. En dan stop ik erin en als ik wat nodig heb, dan schrobbel ik zo en dan schep ik wat uit wat ik nodig heb. Maar ja, ik doe nu heel wat meer wokken. Hi. Dus ik kom... Sorry voor de deur. Ja. Maar we wachten nog steeds op het telefoontje van de woningbel. Ja. Ik heb vier zakken. Kijk, vier zakken. En ik rook nu wat meer, dus ik kwam nu wat sneller tekort. Ik denk, ja, dat moet ik niet nog een keer hebben. Nou, dan kom je bij de volgende. Ik heb weer vla meegenomen. Dat is deze vla. Die was ook onder een euro. Dus dat was ook mooi. Ik heb ketchup meegenomen. Ik ben meer van de ketchup dan van de curry. En de kinderen mogen geen curry, maar wel ketchup. Ik heb vier flesjes siroop van deze. Ze zijn nu 1,94 euro. We gaan er al iets op vooruit, maar toch is het nog steeds te duur. Goed. En ik heb vier flesjes van deze. Ook hetzelfde, 1,94. Frietsaus voor Manlief en de kids. De curry was bijna op. Dat doen we ongeveer met zo'n curryfles zo'n 2 maanden ongeveer mee. Dus dat valt nog wel mee, hè. En ik heb twee flessen, want die waren nu 99 cent autoshampoo. Hij heeft nu zo'n brommertje. Dat heb ik allemaal in die andere video ook allemaal verteld. In die beelden die ik hopelijk gauw nog op YouTube kan zetten. Hij heeft dan voor zijn verjaardag van mijn ouders een brommertje gekregen. En dat was al voordat mijn computer stress. En ik denk, nou ja, voor 99 cent dan kan hij maar goed wassen. En tevens ook de auto wassen, hè. Dat scheelt weer. Ja, ik heb een koekje voor bij de koffie. Lekker stroopwatertje. Even kijken. Oké, hier heb je die andere fles. Ik heb nu 4 flesjes met deze. Kleine vloeibare boter. En ja, een keertje weer een stout doen. Hij heeft de sherry. Want dat vindt hij lekker. En ik vind de vanille lekker. Nou, die waren nu in de aanbieding. Ik zeg nou, voor een keer weer eens een glasje. Hè, we moeten er ook niet weer een grote van maken. En hier heb je nog 1 gewone. Dus dat hebben we zo meegenomen, want het was in de aanbieding. Dus dat is weer mooi. Oh ja, en we hebben weer poedersuiker voor de kinderen. We hebben 2 bussen meegenomen. Want we hebben nu zo'n 1 kleintje en die is alweer bijna leeg. En moet je nagaan dat bij ons op de buurtwinkel deze... Eigenlijk deze er bijna 2 keer van kan kopen. Dus. Goed. Dat zijn deze kratjes. En dan had ik hier nog een dingetje. Dat zijn weer de welbegeren boekjes die je altijd gratis mee kan nemen. Lekker doen. De ditjes en de datjes en de oranjes. Ik heb nog eierkoekjes meegenomen. Ik heb ook nog 2 brood. Die liggen al in de diepvries. Ik had nog doppertjes uit de diepvries en boontjes uit de diepvries. Maar ja, we gingen even dat cadeautje wegbrengen. Ik zal het je even nu laten zien, het cadeautje. Zo, even een tussendingetje voor... want ik ga het even inpakken voor iemand. Kijk, ik heb hier zo'n cadeaupapier. Even voor een geintje voor iemand. Konden we niet laten. Dit is een vogelklokje. Onze geliefdallige buurvrouw, die is helemaal vogeltjes en... alle andere natuurliefhebberijs fan van. Dus dit is zo'n klok die elke uur een ander
geluidje geeft van een vogel. Ja, die functie zou je vast ook nog wel uit kunnen zetten hoor, denk ik. Maar we konden het niet laten. Nee, we konden het niet laten. Deze was 4,99 bij de Dirk. Dus we gaan haar lekker verblijden met een klok. Dus ik ga haar lekker inpakken. Dus ik wou dat we nog even tussendoor doen in de boodschapvlog die al was bij de Dirk. In de aanbieding. Dus ja, kon het niet laten. Dus sorry buurvrouw nogmaals. Als we je nu je elk uurlijke rust verstoren met een vogelgeluidje. Wel van je buurvrouw. Zo. En leuk hè? Ja, dus was er ook heel blij mee. Goed, nou, dat cadeautje dan. Dus we moesten het wel even gauw in de diefje zetten. Anders is het te lang. We hebben nog eens een keer een cakeje. Dus een keer wat anders. En voor mezelf heb ik een... Want die was 45 cent per blikje nou. Dus anders ben je bijna 5 euro kwijt. In de winkel voor zo'n sixpack. En nou ben je maar 2... Nog wat kwijt. 94 geloof ik dat was. Voor 6. Dus dat scheelt natuurlijk. En de zak patoten. En we moeten ergens anders ook nog vieren dat we de 1000 abonnees hebben behaald. Dus we hebben weer een appeltaartje meegenomen. Zo. Dus want ja, als je ergens komt, dan zeggen ze, ja, dan moet je wel trakteren. Bij deze. We trakteren. Zo. Oh ja, en dan moet ik even pakken. We hebben weer voor de hond weer zijn voer. Dus dan zijn we ook weer helemaal paraat. Nou, dat was onze boodschappenvideo. Ja. Het was op deze manier heel kort en krachtig. Ja. Dit keer schrijf ik er even geen prijsjes bij. Normaal zou ik dat doen. Maar anders kom ik een beetje in tijdnood om het om tijd op YouTube te krijgen. Dus ik ga straks op bol.com nog even dat link bestellen. Zodat ik ook alsnog de videobeelden van mijn camera op de laptop kan krijgen. Dus dat is zo'n USB-sticky waar je zo'n geheugenkaart in kan douwen. Dus ik dacht, nou dan haak ik hem wel in groes. Dan heb ik hem zelf, kan ik direct doen, kan ik gelijk doorwerken. Maar dan moet ik toch wachten op morgen. Dus, vandaar. Goed, dus ik ga deze zo even opruimen. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Doe een duimpje omhoog. Wil je meer van mij zien, abonneer. En sorry, mijn excuses nogmaals. Dat er even 2 dagen niks online kan komen. Ik ben gisteren ook bezig geweest voor een computer. Bij zo iemand die bijvoorbeeld tweedehands computers, of tenminste de oude computers, nog een nieuw leven in wil blazen. Maar voor mijn werkcapaciteit raden ze me het niet aan. Want anders kon ik in principe na een jaar, misschien voor een jaar, wel weer terugkomen weer met hetzelfde probleem. Omdat ik te veel vraag. En anders moeten ze te veel nieuwe producten in een oude computer zetten. Ja, dat is gewoon zonde van je centen. Dus dat kon niet. Ja, die mag dadelijk helemaal achterop. Ja, helemaal anders. Ja. Dus ja, dat gaat dus niet op. Ja. Dat zit eenmaal zo. Dus we hebben toen altijd nog te horen gekregen wat er dan de computertoren dan kost. Maar ja, voor een beetje beginnende de computertoren ben je dan gauw 13 tot 1400 euro kwijt. Ja, dat vond ik toch een beetje veel geld. Maar ja, zo pro ben ik natuurlijk nog niet op YouTube. En ik verdien nog helemaal niks met YouTube. Ik heb wel de aangezet, maar er wordt eerst gescreend. Dus dan moet je afwachten wanneer je dan een mailberichtje krijgt van YouTube. Van je mag geld gaan verdienen. Dus ja, dat zit nog wel, natuurlijk nog wel wat met zich mee. Ja. Dus, ja, zijn handen aan het wasje. Hij heeft een brommetje gepeld. Ja, maar mijn benzine doorplekt. Ja, ik zou het ook even laten zien, want anders moet je zo lang wachten, hè. Dat is misschien ook wel leuk. Maar in ieder geval, kijk, dit is een brommertje. Dat heeft hij gekregen voor zijn 40ste verjaardag, want die is 20 april jarig.
Dus ja, dat is dus een barreltje. Dat heb ik in de vorige video ook al laten zien. Maar ja. Dus dit is een sesitaatje. Helemaal blij mee. Dus ja. Nou, bij deze. Zo. Bij deze. Dus ik ga zo bestellen. Ik ga deze rotzooi eerst opruimen. Nou, rotzooi niet. Dit is je eten. Maar die ga ik eerst opruimen en dan ga ik het gauw bestellen en hopelijk kan ik gauw die beelden. Ik ben wel wat beelden kwijtgeraakt door die gebeuren. Dus ik probeer er wat leuks van te maken, dus ik zal mijn best doen. Want op een gegeven moment zei je die error en dingen en toen was ik een paar beelden kwijt. Daar was ik niet blij om. Nee. Dus ik ga mijn best doen om er wat van te maken, dus... hou me posted, kom maar nog wat. Die andere video's komen echt nog wel online. Maar dat heeft even zijn... Zijn tijd nodig. Zijn tijd nodig. Dus dames en heren, jongens en meisjes, genderneutrale, dankjewel voor het kijken. Je moet hier naar kijken. Ja. Ja, je kijkt naar jezelf. Je moet naar daar kijken. Je moet niet naar jezelf kijken. Dus dankjewel voor het kijken en ik zie jullie gauw weer. Later! Doei! Doei.